Hallo, ik ben Annemarie Geurts van het magazine Tuinseizoen. Eind maart, begin april is het tijd om de vlinderstruik te snoeien. Dat geldt althans voor Budleia davidi, dat is de meest populaire vlinderstruik. Deze bloeit op éénjarig hout en als je die elk voorjaar nou flink terugknipt, dan hou je een gezonde, krachtige struik die heel rijk bloeit. Meestal worden vlinderstruiken zo gesnoeid dat ze een compact takkenstelsel hebben. Nou, mijn vlinderstruik heb ik bewust wat hoger laten worden, zodat ik wat meer privacy in mijn tuin heb. En eigenlijk is dit gewoon een takkenstelsel wat wat hoger is. Het snoeien komt op hetzelfde neer. Het snoeien is eigenlijk heel eenvoudig. Je knipt alle takken flink terug tot uh, nou ja, 15, 20 centimeter boven het oude takkengestel. Bij voorkeur knip je dan net iets boven, een, uh, boven die krachtige uitlopers, want daar komen de takken weer uit. Bij het snoeien let ik ook op de groeivorm van de struik. Kijk, hier heb je een paar takken. Die zijn nou een beetje dezelfde lengte. Nou, dat vind ik lelijk. Want uit deze uitlopers komen daar weer nieuwe takken. Die gaan elkaar aan de weg zitten, dus ik knip hier nog even wat weg. En nu ik toch bezig ben, knip ik meteen het dode hout eruit. Van die dode takjes vind ik lelijk. Nou, je ziet, het is wel een enorme kaalslag. Maar uh, dat is geen probleem. Wees niet bang om te veel te snoeien. Want uit die krachtige uitlopers komen weer uh, lange scheuten. En in juli is die struik weer net zo hoog als dat hij eerst was. En uh, nou, dan geeft u weer volle bloemen en heel veel vlinders. Nou, bedankt voor het kijken. Meer tuintips vind je in ons magazine tuinseizoen of op onze website tuinseizoen.com.